vorige week had ik even een spannend momentje om 4 uur in de ochtend. Ik lig lekker te slapen. Ik hoor opeens een kabaal uit mijn woonkamer komen. Ik spring dat bed uit, helemaal in paniek. Had ik een insluiper. Eentje met zulke grote ogen. Nou ja, gelukkig is er niet veel verdwenen. Een paar kattenbrokjes, maar Billy was wel helemaal van slag. Ik zou er ook bang van worden als er zo iemand naar me zit te kijken. Dat ik de insluiper op camera heb vastgelegd, is eigenlijk stom toeval. Want ik had die dag net de Logie Circle 2 webcam binnengekregen. Want dit is hem, maar niet alleen deze, dat is hem ook. Versie 2 van de Logitech Security Cam heeft een flinke upgrade ondergaan. Het is nu een binnen- en een buitencamera. Hij is dus waterdicht. En ze hebben een heel ecosysteempje eromheen gebouwd, zodat je die camera werkelijk overal kan monteren. Er zijn 2 versies van de Circle 2 camera. Deze heeft ingebouwde bedrading om hem te voeden. Het is gewoon een USB-kabel. Wil je deze buiten monteren, want ja, deze is ook waterdicht, dan kan je er nog een verlengsnoer bij kopen, speciaal voor buitenmontage. En dit is de wireless versie. Die heeft een batterij ingebouwd en daar kan je weer een extra accu voor kopen. Dan hoef je niet die hele camera naar binnen te halen en op te laden. Nee, je wisselt gewoon van accu en die security cam die blijft gewoon dingen opnemen. Logitech heeft ook een hele handige stopcontactbevestigingsaccessoire. Neem deze, die draai ik hier er gewoon af. Dan moet ik even de pijltjes zoeken. Dan klik die uit. Dan zet ik deze erop. En voilà. Ik kan deze overal in het stopcontact steken. Dus in de garage, in de keuken of op zolder. En dan hangt daar even tijdelijk mijn security cam. Heel handig. En dan is er nog de raambevestiging. Helaas heb ik die niet, maar dat lijkt me verdraaid handig. Het is een soort zuignap die je tegen het raam aanplakt en dan kijkt hij naar buiten. En via de software kan je het glas ontspiegelen of in ieder geval aanpassen, zodat dat het beeld niet stoort. Er is een groot aanbod aan security cams op de markt en die hebben allemaal nagenoeg dezelfde features. Althans de high-end cams en daar hoort de Circle 2 ook bij. Hij neemt dus HD op, 1080 resolutie. Hij heeft geofencing, dat wil zeggen dat als jij thuis komt, dan weet hij dat je thuis bent. En dan hoeft hij niet elke keer jou een berichtje te sturen dat er weer iemand de kamer binnenkomt. Hij heeft motion detection, dat wil zeggen dat als hij een beweging waarneemt, dan gaat er een alarm af of krijg je een pushbericht. En dan kan je ook nog instellen wat hij moet bekijken. Bijvoorbeeld, hij kijkt dan alleen naar de deur. Dat kan je heel mooi met de software tekenen. En al die data wordt natuurlijk in de cloud opgeslagen. De eerste 24 uur opslag in de cloud is gratis. Wil je iets meer, bijvoorbeeld 2 weken opslag, dan kost dat €3,99 per maand. En wil je een aantal extra features, waaronder die motion detector en smart alerts, ja, dan kost het €9,99 per maand. Of als je een jaarabonnement neemt, €99 per jaar. Dat is wel een smak geld. Logitech belooft overigens ook dat alles helemaal encrypted, versleuteld is, zodat hackers niet mee kunnen kijken. Er zijn 2 features die eruit springen waarmee de Circle 2 zich van de concurrenten onderscheidt. Dat is namelijk de 180 graden groothoeklens waarmee die kan filmen. Je kunt trouwens ook een smaller beeld filmen. Maar dat is iets wat de concurrentie niet heeft. En het andere wat ik super leuk vind, en handig vooral, is Daybrief. Gedurende de dag en mogelijk ook de nacht lopen er allerlei mensen in en uit. Daar worden allemaal opnames van gemaakt. En als jij wil weten of er een vaag persoon tussen heeft gezeten, dan moet je dat allemaal na gaan kijken. Daybrief maakt een 60 seconden samenvatting van een etmaal. En dan in vogelvlucht, heel snel, zie je wat er gebeurd is. De installatie van de Circle 2 is heel eenvoudig. Het is een kwestie van een app downloaden, aangeven welk draadloos netwerk je wil gebruiken en voilà, het werkt. Hij slaat dus niet op de camera met bijvoorbeeld een SD-kaartje de filmpjes op. Het is altijd in de cloud. Je kunt de cloud dus via de app kijken, maar ook gewoon via een webinterface. En die is super simpel. Een kind kan de was doen. Ik heb deze een week lang buiten mijn raam gehangen en gericht op de gracht en de straat. En in de eerste instantie was ik ontzettend teleurgesteld. Want ik heb een gracht voor de deur waar heel veel boten langs varen. Maar daar had ik geen enkele opname van. Wat is er nou aan de hand? Die cirkels die gebruiken kunstmatige intelligentie om objecten, zoals boten, te onderscheiden van mensen.
Dat is super handig, want dan krijg je veel minder pushberichten. Want als elke weer kaatsing in de gracht of een bootje wat langskomt mij een pushbericht stuurt, ja, daar zit ik niet op te wachten. De Circle 2 ondersteunt overigens ook HomeKit, Alexa, de slimme luidspreker, en ook Google Home. Oké, Google. Show desk view on Chromecast. Oké, streaming the desk view on Chromecast. Dat is super handig. Wordt er aangebeld, dan kan je kijken wie er voor de deur staat. De bedraden Circle Cam die kost €170 en deze kost rond de €200. En de accessoires, zoals deze stekkerbevestiging, die kosten rond de €30. Maakt het systeem heel handig. Videokwaliteit is oké, okay, maar er zijn betere voorbeelden. Bijvoorbeeld de Netgear Arlo, die is iets beter en die biedt bijvoorbeeld 7 dagen cloud opslag zonder dat je daar extra voor hoeft te betalen. Maar die is dan ook wel weer aanzienlijk duurder dan deze Circle 2. Al met al is dit wel een top security camera.